Wat ik hier weer van heb geleerd is dat hetgene wat wij met Fat Minds vragen van mensen, herontwerpen of ontwerpen van onderwijs, is gewoon best lastig. Ik wil het ook met jullie delen, omdat het gewoon lang niet altijd goed gaat bij herontwerpen. Maar ik ben me ook gaan afvragen, wat is goed? Als ik kijk naar de les, die was gewoon goed. Behalve dan het begin. Het is nu donderdag. Afgelopen dinsdag heb ik een herontwerp uitgevoerd bij de deeltijdopleiding van de PTH. Omtrent de profielopdracht die ik samen met Adriaan van den Broek heb bedacht. Via design thinking, een werkmethode te ontwerpen waarbij ze dieper op de profielopdracht in zouden gaan. Hierdoor zag je verschillende groepjes, we hadden in totaal 9 groepjes, totaal verschillend beginnen. Dat was wel mooi, maar aan de andere kant had ik ook een hoop ruis kunnen voorkomen door een beter introductie te geven. Gaandeweg het uitvoeren van het prototype kwam ik op heel veel punten. Ik had me ook voorgenomen om de punten die voor verbetering vatbaar waren op te schrijven op het bord. Uiteindelijk kwam ik op 9 punten, 9 adjustments die ik al zou moeten doen op mijn huidige prototype. Ja, weet je, is het niet slimmer om periode 1 met een tentamen af te sluiten en periode 2 veel meer op skills en op toepassingsniveau met die profielopdracht? Ik heb hem gebeld, 4 minuten voor 9 kreeg ik hem aan de lijn, snel doorgesproken. Wat er toen gebeurde? Ik had nog 25 minuten om het met de klas te bespreken hoe de avond nou was gegaan. Nou, ik stond daar voor de klas. Op het whiteboard stonden 9 punten die ik voor verbetering vatbaar vond. Ik ging die bespreken. En dat was best wel een stap, want dan zit je daar voor 32 mensen op leeftijd van 30 tot 60. Op dat moment voelde ik mezelf heel kwetsbaar. Ik voelde me eigenlijk bijna naakt voor de klas staan, want ik stond daar en dan ben je een jonge gast en dan moet je die fouten toegeven. En dat moet niet, maar dat mag wel. En ik denk dat het ook goed is om te doen. De klas voelde zich gehoord. Ze vonden het fijn dat er ook werd geluisterd, dat ze mee mochten denken. En uiteindelijk, ik voelde na bijvoorbeeld 5 minuten van een beetje van zenuwen, voelde ik een rust in mijn lijf komen en dacht ik het is goed dat ik dit doe, het is goed. Prototyping. Daar hoort gewoon inspectie en adjustment bij. En ik heb het ook goed uitgelegd aan de studenten. En ze zeggen ook, Jochem, als jij het van ons vraagt, is het ook goed dat jij het ook doet. En Adriaan natuurlijk ook in deze. Teach what you preach. En één ding daarbij is heel belangrijk. Als je het samen doet, is het gewoon fijner. Samen zo'n ervaring opdoen is heel goed. Samen daar staan is toch een stukje veiliger als alleen. Ik ben ook dankbaar dat Jordi en Peter aanwezig waren om te helpen met het coachen. Want samen in die klas staan als die les wordt gegeven is ook fijn. Want je krijgt directe feedback van je collega's. Ze hebben enorm veel diepgang gepakt. Ze hebben echt veel met elkaar gespart. Het werd ook een stuk duidelijker wat het nou allemaal betekende, die profielopdracht. Er zijn heel veel misconcepties weggenomen bij de student. Dus hadden heel veel andere denkbeelden bij de profielopdracht. Een hele mooie avond, inspirerende avond om hiermee door te gaan. Om toch na te denken over wat wil ik nou met de student bereiken? Hoe ga je dat dan aanpakken? Dus goed om dit te doen. Mooi.